Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 42 in Canada. Heb jij aflevering 41 in Spanje gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan recht boven het i'tje, klik erop en dan zal die aflevering verschijnen. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Canada. De kwalificatie is dus aangebroken, het regent of het begint te regenen. Dus ik wil er nu zo snel mogelijk uit om de tijd te gaan noteren op de droogweerbanden. De onderdelen van de motor ziet er niet zo goed uit, maar we kunnen geen onderdelen meer vervangen vanwege de Park van May regels die aanstaan. Dus tijdens de wedstrijd moet het ook hiermee gaan doen met die beschadigende motor. En zoals je kan zien regent het heviger en heviger. Track limits waarschuwing, maar het is wel P2 op een tiende van Charles Leclerc. En George Russell heeft die tijd op de inters moeten noteren, maar is wel door. En vanaf Leclerc tot Kvyat is iedereen op de softbanden zijn tijd neergezet. Sainz niet door, komt vanwege dus die regen. Dan zijn we aanbeland bij Q2. En nu is het in één keer weer droog geworden. Heel gek wat daar gebeurt. Volgens mij is het gewoon plaatselijk wat er is neergevallen. Interessant. En we noteren een P1 met een 178. Ik weet niet wat Ocon daar doet. We tikken hem aan. Maar het blijft bij een waarschuwing. Bottas naar 2 op de medium banden. Russell naar 3 op de mediums. Interessant. En Sebastian Vettel niet door naar Q3. Top 10 qualifying verloopt gewoon heel erg droog. Een stralende blauwe lucht hebben we. Op een paar wolken na dan. Geen regen te bekennen. Dat is alleen maar goed. We snijden gewoon die bocht volledig af. Maar hey, we krijgen er maar een waarschuwing voor. En we pakken de pole af van Lewis Hamilton met een 1.77. Dat is ook genoeg voor de pole position. Want Hamilton komt 3 tiende tekort en Russell naar P4. Bottas naar P3. En volgens mij is het weer gaan regenen. Want iedereen had maar 1 run gedaan. Dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Canada. Het regent. Dus ik verwacht wat tricky conditions om mee te rijden. We kunnen helaas niks meer vervangen van de motor. Dat is dom, want anders, ja, als we iets gaan vervangen, dan hebben we een penalty. Dus we moeten het zien te doen met een kapotte motor. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 42. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. It's a tricky circuit to tackle in wet conditions, with top speed still of critical importance down the long back straight. There are 2.7 miles and 14 corners overall on a circuit that in the dry can see average lap speeds of around 130 miles per hour. We'll be lucky to get anywhere near that today. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's start with the new Alfa Romeo driver. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs, but this is only the first step down a long road of development. And even if they don't maximize their points today, there are plenty more up for grabs this season. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. As we continue through the rest of the grid today,
We have Bottas, Russell, Max Verstappen and Norris, Gasly, Stroll, Leclerc and Daniel Kvyat, Vettel, Albon, Esteban Ocon and Latifi, Perez, Giovinazzi, Kevin Magnussen and Nobuharu Matsushita, Grosjean, De Vries, Sainz and Louis Delatraz. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix... After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het momentum moeten we meenemen naar deze wedstrijd, want de vorige race was extreem goed verlopen. We nemen wat minder fuel mee dan normaal. En aan het einde van de wedstrijd kan er nog droog worden. Tot nu toe is het full wet. Daar gaan we dan voor carrièreaflevering 42 van F1 2020 My Team Career Mode. We starten vanaf pole position en de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon beter weg dan Lewis Hamilton. Waarom? We vertrokken vanaf pole position, schiet hij wel een klein beetje door. Maar dat is geen probleem, want we houden de auto gewoon mooi recht. Hamilton naar P2, Bottas naar P3, George Russell naar P4 en Max Verstappen naar P5. Ronde nummer 3 en we zetten de snelste raceronde neer met een 1.26.7. Het is daar geel achter mij en er rijdt daar iemand langzaam. Dat is een Mercedes die de strijd moet staken. Het is volgens mij Lewis Hamilton. Ja, Hamilton uitgevallen. Daar is dan ook het bericht boven ons. Ja, dat is boven ons. Dat was dus de zin. Hamilton uitgevallen, geen punten voor de Brit. Hij viel ook in Australië uit vanwege een crash met Bottas. Spoiler alert. Maar goed. De auto moeten we gewoon heel zien te houden. We moeten wat meer grip zien te vinden. Door het standing water eruit te rijden. Oftewel, we moeten niet op dat grijze deel gaan rijden. Maar op dat gladde deel. Dat natte deel. Terwijl we alweer de snelste raceronde zetten met een 1.24.070. Russell dus naar P3. Rijdt weer op die derde plek. Maar in Spanje viel hij uit. Dat was de eerste uitvalbeurt voor George Russell. En dat was ook de allereerste keer dat hij niet op het podium stond. Interessant. Ronde nummer 7 is het. En het gat naar Valtteri Bottas is 5,7 seconden. We zetten weer de snelste raceronde neer. Dit keer is het een 1.23.921. 6 seconden is het inmiddels naar Valtteri Bottas. 7 seconden naar mijn teamgenoot George Russell. 10 seconden naar Max Verstappen. En 11 seconden naar Lando Norris. Ronde nummer 9. En we gaan naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Het gaat dus weer naar een regenband. Terwijl George Russell ook naar binnen is. Valtteri Bottas duikt ook naar binnen. Max Verstappen duikt naar binnen. Lando Norris duikt naar binnen. En we gaan naar de intermediates. En Russell heeft wat nadeel. Want hij moet wachten op ons. Dat is wat jammer. En Lance Stroll leidt nu de wedstrijd. Danny Fiat naar P2. Maar we komen hem hier tegemoet. En het is P2. We komen terug op de tweede plek. En Lance Stroll is hier dan gezien. Gaat volgens mij ook naar binnen. Dus die gaan we niet al te moeilijk maken. Ziet hij daardoor wel een klein beetje door. En Danny Fiat duikt ook naar binnen toe. Alexander Albon duikt ook naar binnen. En Bottas is dus naar die tweede positie gegaan. In ronde nummer 11 alweer. Het ziet al aardig op. Ronde nummer 12 is het en we zetten de snelste raceronde neer met een 1.23.090. We zetten de snelste raceronde neer. Ik maakte daardoor een fout, wat jullie misschien hebben gehoord. Maar hé, boeien. Russell dus naar P4 heeft een plekje verloren aan Max Verstappen tijdens die pitstopfasen. En we gaan ronde nummer 13 alweer in. En we zetten weer een snelste raceronde neer met een 1.21.7. 1,3 seconden sneller dan onze vorige beste tijd.
gegaan. Ronde nummer 15 alweer in. Het schiet al lekker op. En het gat naar Valtteri Bottas is gewoon 5,6 seconden. Dus dat, ik denk dat hij dat niet meer dicht gaat rijden. En we zetten weer de snelste raceronde neer. 15e sneller. Het is een 1.21.252. Dat is goed om te zien. Ronde nummer 19 alweer. Het gat naar Bottas is 10,3 seconden. We krijgen een track limits waarschuwing aan onze broek. Maar dat geeft niks. En we zetten weer de snelste raceronde neer. Met een 1.20.9. Precies 17e sneller dan onze vorige beste tijd. Dat is goed om te zien. Nog 15 ronden te gaan. De regen gaat verdwijnen. En intermediates blijken nog steeds de snelste band op dit moment. Maar de regen gaat verdwijnen. Ronde nummer 24. En ik zie geen druppels meer op het scherm. Ook geen druppels meer op de halo. Het is alleen nog maar nat op de baan. Dat betekent dat we zometeen misschien wel naar de droogweerbanden kunnen. Terwijl we een blauwe vlag krijgen van Louis de Letras. Onze oude teamgenoot van seizoen 1. En sindsdien rijdt George Russell bij ons. Al 3 seizoenen lang. Dat doet hij extreem goed. De Letras was gewoon niet goed genoeg. En die gaan we dus op een ronde zetten. En dan gaan we ronde nummer 25 alweer in. We moeten nog wat langer door op die intermediates. Terwijl een heleboel jongens de pitstraat uitrijden. Zoals bijvoorbeeld Nick de Vries. Die ons hier mooi voorbij laat. We moeten nog even wachten. Want er is nog geen droge weerlijn. Kevin Magnussen is de volgende die wij gaan passeren. Voor de blauwe vlaggen. Dan moet hij ons wel voorbij zien te laten. Want dat hoort gewoon. En dat doet hij hier keurig. Mooi. Kevin Magnussen ook op een ronde gezet. En wie is dan de volgende? Dat is een Alfa Romeo coureur. Volgens mij Antonio Giovinazzi. Het is Matsushita. Geen Giovinazzi, maar Matsushita. Het gat naar Valtteri Bottas is 35,1 seconden. Waarom? Die hebben nog een pitstop gemaakt. Die zijn van de intermediates naar de intermediates gegaan. En ik ben gewoon buiten gebleven. Want ik vind dat gewoon een domme keuze wat ze doen. Er zijn nog 10 ronden te gaan. En Matsushita laat ons hier gewoon mooi voorbij. Dat doet hij extreem goed. En we hebben maar weinig last van zijn auto. Ronde nummer 26, een ronde later. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop. We gaan naar de softbanden. Met nog 9 ronden te gaan. Het gat naar Valtteri Bottas is gewoon 36,1 seconden. Dat is extreem groot, dus ik denk dat we gewoon weer aan de leiding komen. 2,5 seconden, een goede pitstop. Een veilige pitstop. En we komen weer terug de baan op. In ronde nummer 27 van de wedstrijd. DRS is dus ook beschikbaar gesteld. En Bottas duikt naar binnen. Max Verstappen duikt naar binnen. George Russell duikt naar binnen. Die gaan allemaal naar de mediums. Gaan die nou naar de mediums? Die gaan naar de mediums. Interessant. Terwijl wij weer de snelste raceronde op ons naam zitten met een 1.18.9. Bottas, Verstappen en Russell naar die mediumband. En Russell heeft een plekje verloren aan Max in die pitstop. Dus hij moet hem op de baan zien in te halen voor een podiumplek. Hopen dat het ook zo lukt. Ocon zet de snelste raceronde neer. En we gaan ronde nummer 29 alweer in. En we pakken weer de snelste raceronde punt af met een 1.13.971. Russell nog steeds naar P4. Verstappen nog steeds naar P3.
De laatste ronde loopt inmiddels. George Russell heeft Verstappen ingehaald voor het podium. We komen nog Nicolas Latifi tegen. En Russell heeft al snel zijn racerondepunt op zijn naam staan. Daar wil ik iets aan veranderen. Kunnen wij nog dat laatste raceronde nog zien af te pakken? Kunnen we dat snelste raceronde nog zien af te pakken in de laatste raceronde van de wedstrijd? Dat is de vraag. We krijgen wel blauwe vlaggen van Nicolas Latifi. Die moet aan de kant. We hebben hier slipstream van de Canadees. En we pakken dat snelste racerondepunt af. 26 punten in de totaal gescoord. Een prima wedstrijd. Weer een dubbel podium gepakt. En dan gaan we ze opmaken voor de grote prijs van Frankrijk. Can't fault the performance on the track today. A well-deserved victory. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. De uitslag van de wedstrijd, wij winnen dus alweer een grote prijs, pakken ook een snel racerondepunt. Valtteri Bottas naar P2, Russell naar P3. Albon krijgt Driver of the Day, wij leiden nog steeds het klassement. Russell klimt richting Bottas voor P2 en we verstevigen ons klassement in het constructeurskampioenschap. Eén uitvaller, Lewis Hamilton. 13 punten verschil naar Valtteri Bottas met George Russell. We zijn weer terug bij het normale mensen. Dit was dus deze aflevering. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan of moet worden op deze video. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. We gaan verder in Frankrijk.